kledingbank Medebelik staat te verdwijnen. De gemeente wil de sorteer- en opslagafdeling in Opperdoes in het voormalige schoolgebouw verkopen. Het bestuur van de kledingbank is ten einde raad. Wat is jouw taak in de winkel? Mijn taak in de winkel is secretaresse zijn. En ik hou samen met mijn collega Nasli Ozan bij als er nieuwe klanten binnenkomen. En wij tellen de punten, zeg maar, die de kleding waard zijn. En want elk gezin, zeg maar, van met z'n vieren, vader, moeder, twee kindertjes, die krijgen 40 punten per maand. Die kunnen ze opmaken aan de kleding en die zijn, gratis voor niets eigenlijk. Maar er moet een limiet aangesteld worden, want er zijn echt mensen die graaien maar raak. En dan heb je een hele grote stapel. En dat schrijven we op, daar hebben we een speciale map voor. En een speciale map zelfs voor de Oekraïense mensen, want die zijn niet standaard ingeschreven, maar die hebben sowieso toegang, zeg maar, om hier kleding te kunnen halen. Zijn er ook mensen uit de voedselbank die hier kleding komen halen? Jazeker. Voedselbankmensen komen sowieso in aanmerking voor de kledingbank. En die gaan ook op basis van puntensysteem. Die worden door ons niet apart gecontroleerd, want die worden natuurlijk door de voedselbank zelf gescreend. En al. Dus dat is heel streng. Dus komen ze dan uit Horen hier de mensen screenen? Dan komen ze soms hier zo en soms moeten de mensen naar Horen toe. Dus dat hangt er een beetje vanaf waar ze wonen ook, denk ik. Nou, het openbaar vervoer is nou niet bepaald 100% hier in Medebelik. Nee, dat is het zeker niet. Je hebt tegenwoordig natuurlijk wel veel mensen die maken gebruik van de belbus. En dan kunnen ze daarmee mee heen en weer. Of ze gaan met kennissen die ook bijvoorbeeld al hier bij de kledingbank of voedselbank lopen op de maandag in de winkel om kleding uit te zoeken. Dan zijn we naar het sorteercentrum geweest in Opperdoes. Daar wordt de kleding wordt gesorteerd en wordt klaargemaakt voor verzending naar hier. Maar dan hebben jullie daar een probleem, hè? Wij hebben daar in zoverre een probleem dat wij moeten dat pand gaan verlaten. En wij waren eigenlijk net zo blij mee, want het is een mooi lokaal met een tussenhal, zeg maar. Waar je dan leegdozen of echt voor de opkoper dozen neer kan zetten of zakken neer kan zetten. En daar wordt dus de zomerkleding in dit geval, in dit seizoen, opgeslagen. En de winterkleding die daar nog staat, die wordt naar hier vervoerd. Corné, wat zijn jullie nu aan het doen? We zijn op dit moment aan het sorteren. Dat zijn de kledingstukken die door particulieren worden ingeleverd in Medemblik. En dat wordt opgehaald door ons en dat gaat hier naar het sorteercentrum. En hier gaan we de scheiding maken wat winkelwaardig is, wat eventueel nog naar een opkoper kan of wat echt vodden zijn. We maken daarbij onderscheid tussen dames, heren, kinderen, jongens, meisjes. Dus ja, als we aardig wat aanvoer hebben, dan hebben we het hier best wel druk. Zoals je kunt zien zijn er heel veel dozen. Dat is allemaal wat particuliere mensen uit hun kast hebben gehaald en inleveren. Ja, er zijn eigenlijk veel meer kernen in deze gemeente. Al deze mensen die kunnen hier bij de kledingbank hun kleding krijgen? Absoluut. Daar zijn wij voor. Wij zijn hier voor de mensen die het heel moeilijk hebben op dit moment om die te ondersteunen. En komen er ook mensen uit Andijk en Wervershoofd? Komen overal vandaan. Ja, maar dan zegt de gemeente, die gaat zeggen van we gaan die voormalige school gaan verkopen in Opperdoes. Dan moeten jullie uit. De gemeente vraagt aan jullie van willen jullie ook zorgen voor de kleding aan de mensen uit Oekraïne. En wat doet de gemeente dan om jullie een andere locatie te krijgen voor het uitzoeken van die kleding? Op dit moment weet ik daar nog helemaal niets van. De gemeente heeft gezegd dat gaat sluiten. Als dat gaat sluiten en we krijgen geen andere locatie, dan gaan we hier de kledingbank in Medemblik ook sluiten. Mijn naam is Jan Nijsing, ik ben wethouder Sociaal Domein binnen de gemeente Medemblik en ik reageer graag op de vragen van Medemblik Praat. Het gaat over de kledingbank in Medemblik. We hebben laatst ook een gesprek gehad met het bestuur van de kledingbank, een deel daarvan. Ze zitten op dit moment met een opslag in de oude school in Opperdoes. Die hebben we als gemeente beschikbaar gesteld sinds 2014. We
hebben het er wel ook echt erbij genoemd. Op dat moment had de kledingbank ook een probleem in de opslag. We hebben gekeken als gemeente van, goh, kunnen we daarin voorzien? En de school is op dat moment deels beschikbaar, de oude school. Daar hebben we wel ook meteen bij genoemd van, goh, dit is een tijdelijke optie. Want we willen die school op termijn of iets mee gaan doen of verkopen. Nou, zover is het nu gekomen. We gaan de school binnenkort verkopen. Dat komt ook omdat hij verouderd is. Onder andere de cv is afgesloten, dus dat kan echt slecht verwarmd worden. Dus echt tijd dat daar iets mee gaat gebeuren. Dat betekent wel natuurlijk een probleem voor de kledingbank. Nou, daar hebben we over het gesprek gevoerd en gekeken van, goh, wat kunnen we in gezamenlijkheid doen om een oplossing te vinden? De gemeente denkt graag mee en ook helpt zoeken naar een mogelijk pand. Wat wij kunnen doen is kijken binnen ons vastgoed, contact opnemen met bijvoorbeeld dorpshuizen, maar ook binnen onze social media oproep doen, ook aan de samenleving van, hey, is het misschien een bedrijf of een individu die daar tijdelijk of voor langere tijd de ruimte beschikbaar heeft. En op die manier hopen we gezamenlijk tot echt een oplossing te komen om dit prachtige initiatief te behouden. Dus heeft u mogelijke ruimte beschikbaar of kent u iemand of een bedrijf die dat heeft? Neem dan vooral contact op met de kledingbank, zodat we gezamenlijk kunnen kijken en een oplossing kunnen vinden.